Richard Strikker, we staan hier na de wedstrijd Heist-Antwerp. En ja, u mag zelf de score zeggen, want het is moeilijk te geloven. Ja, 2-7 gewonnen. Alhoewel matig begonnen. Een beetje nerveus, denk ik. En zeker bij de calls tegen. Uiteindelijk, door de kwaliteit, kom je toch op zo'n uitslag als 2-7. Ik denk dat het nog meer kunnen zijn, denk ik. Alleen, we gaven wat gas terug. Hè. We deden de handrem een beetje erop en... Ja, dan geven we ook nog wat kansjes weg op het laatst en eigenlijk moet dat niet meer kunnen. Ik bedoel, 2-7 winnen, prachtig, hè? Mooi, 7 calls maken. De eerste helft hadden we denk ik 5 kansen, schieten we er 4 in, dus is erg goed. Maar oké, 2 calls, daar moeten we weer van leren. Ja, wat vindt u van de weerbaarheid van de groep? Want buiten in Nottingham Forest kan ik me niet herinneren dat we ooit op achterstand zijn gekomen de laatste maanden. Nu komt dat 2 keer voor en 2 keer herstellen we het. Nou ja, het weerbaarheid en het mentale gedeelte waar je het ook over hebt, dat heb je al op het moment dat je hier komt. Want je kijkt natuurlijk, dit is anders dan dat je in de Bosuil speelt voor 11.500 man. En hier speel je in een, ja, wat wij in Nederland noemen, amateurveld. Heel eerlijk, in Nederland zou je zo niet eens mogen spelen. Maar oké, daar kom je hier en dan moet je toch je focus zetten. Met z'n allen moet je geconcentreerd zijn. En ja, dan kom je 1-0 achter. Ja, dan maak je wel 1-1, maar dan wordt het weer 2-1. En dat is 2 keer een tik. En 2 keer moet je daar weer mee omgaan. Nou ja, gelukkig hebben we dat goed gedaan. En zie je toch dat er weerbaarheid in de groep zit. Maar ook meteen weer de agressie van willen en door willen. En je maakt die 2-2, je maakt die 3-2 en dan zie je de power erin komen. En ja, ik denk wel dat de weerbaarheid in deze groep zit. Ja, en wat vindt u van de belangstelling bij zo'n wedstrijd, een uitwedstrijd van Antwerp? De 1300 ticketten waren woensdag al uitverkocht voor het bezoekersvak. We hebben meer dan 1000 luisteraars op de audiostream. En ik denk dat er hier in het stadion wel meer dan officieel aangegeven van Antwerp staat. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat is natuurlijk geweldig. En ik denk dat er weinig clubs zijn in België, maar ook in andere landen misschien, hoor, die zoveel supporters meenemen in een tweede klas, hebben we het dan over. Hè? Dus ja, erg trots op de mensen dat ze hier komen en dat ze ons willen steunen. En die verdienen dan ook natuurlijk dat we zo'n resultaat halen. Al, misschien hadden we ze nog wat meer plezier kunnen geven op het laatst. Ja, nu staat er 2 weken bekervoetbal op het programma. Vorig jaar lagen we er meteen uit in de eerste ronde, of in de tweede ronde zal ik mij verbeteren. Wat verwacht u van de bekercampagne? Nou ja, beker is zelfs competitie, wil alles winnen. Daar zullen we nu ook voor gaan. En ja, je moet eerst die eerste ronde door, hè, wat we graag willen. Dan de tweede, dan heb je alweer een kans dat je een grotere club krijgt, hè, misschien Eupen wel. Nou, oké, als dat zo is en je kan dat doorkomen, dat is voor de club goed. Hè? Dan heb je weer een mooie wedstrijd tegen mijn eerste klasse. Dus laten we hopen dat we dat gaan redden. Ik heb er vertrouwen in. Ik bedoel, waarom niet? En ik heb sowieso vertrouwen in het hele seizoen.